Ik denk dat ik het dan wat meer moet loslaten. Poep alle kindjes zoveel. Jeetje, Mina. Oh, ik moet trouwens even kijken welke dag het is. Want volgens mij moet ik over een paar dagen ongesteld worden. Hij was niet zo lekker. Weet, als kinderen ziek zijn, hebben mama's geen slaap. En daar zit je toch veel in. Heb je poep gedaan? Ja. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik begin vandaag de dag op maandag. Het is maandag. De jongens zijn al lekker naar school. Die heb ik al naar school gebracht. Toch? Zeno. Ik heb de laatste tijd hier heel erg last dat het trekt en heel erg pijn doet. Het is gewoon zo droog dat het pijn begint te doen. Ik ga nu dus eerst lekker een broodje eten. Ik heb dus hier een broodje met bietenhummus. Hummus, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Veldsla. En ja, echt schandalig. Maar, en een smoothie, maar ik heb er al van gedronken. Vandaar dat hij zo nasty is. En natuurlijk weer mijn vitamintjes. Ik ben nog steeds aan de foliumzuur. Maar het is niet gelukt. Nou ja, nog steeds. We zijn nu denk ik 4 maanden aan het proberen. Ja, dus we hebben nog alle tijd. Be positive, positive vibe only. Dit is de foliumzuur, ijzer, vitamine B12 en vitamine D. Ik ben gisteren wel naar de winkel gegaan om een hogere doos vitamine D te halen. Want ik heb het gevoel, want ik heb nu 10 mg. En het is eigenlijk best wel weinig voor tijd van het jaar. 0,0 zon. Ja, ik weet niet, dat is zo zeer. Kijk, zie je, het is helemaal droog. En het jeukt. Eten gaat trouwens weer lastig, want mijn beugel is weer strakker gezet. En nu heb ik blauw boven en blauw beneden. Het is echt heel erg. Maar het zag er niet uit. Het is super lelijk. Maar ja, boeien. Who cares? Stom, ik wilde dus net vaatwasser aanzetten. En toen had ik geen vaatwastabletjes meer. Dus ik ga nu heel snel even naar de Action om vaatwastablet te kopen. En daarna ga ik Memphis ophalen van school. Het is nu 1:08. Ik hoop dat ik het allemaal haal. Fingers crossed. Oké, met heel gestrest en alles is het me gelukt. Ik ben nu bij Memphis school en ik heb de vaatwastabletten gehaald. Ik ben echt heel snel, want Action is altijd zo mega druk bij ons. Ik was bang dat ik echt heel lang in de rij zou gaan staan. Dat ik het dan niet zou redden om bij Memphis op tijd te zijn. Maar ik heb het gehaald. Ik heb dit keer gewoon echt een hele grote pak gehaald. Want ik was helemaal zat. Weet je hoe vaak ik heb dat ik vaatwastabletten tekort? Dat is echt niet normaal. Ik heb dat echt heel erg vaak. Dus ik heb nu zo'n pak gehaald. Echt 112 van die dingen zitten erin. Trouwens, voorheen haalde ik altijd vaatwastabletten bij de Albert Heijn. Wel echt super duur. Echt super duur. Totdat iemand mij zei van, hey Mer, de Action heeft ook gewoon vaatwastabletten. En goedkoop. Oh, dat was ik helemaal vergeten vertellen. Oh, ik moet trouwens even kijken welke dag het is. Want volgens mij moet ik over een paar dagen ongesteld worden. En als ik ongesteld word, ik denk dat ik het dan wat meer moet loslaten of zo. Dat ik er niet zo op gefocust moet zijn. Maar ik ben iemand, ik hou van overzicht heb. En dat ik soort van invloed heb op situaties. Maar ja, dat heeft een mens niet altijd. En dat moet ik me dan maar enigszins ergens bij neerleggen. Oh ja, mensen was trouwens gisteren best wel aan het hoesten. Dus ik hoop niet dat hij ook de griep krijgt. Want heel veel kinderen en heel veel volwassenen zijn tegenwoordig hebben de griep. Ik ontsprong de dans, gelukkig. Weet, als kinderen ziek zijn, hebben mama's geen slaap. Hey man! Nou, het is dus een feit. Ik ging net Memphis ophalen en de juffrouw zei dat hij echt niet lekker was de hele dag. En dat hij heel erg huilerig was en niet wilde eten en niet wilde drinken. Ja. Je ziet er nu al vrolijk uit. Ja, zijn muts heeft hij verkeerd op. Dus ik ga nu snel naar huis rijden en misschien ga ik hem nog even op bed leggen. Zeg je schat. Kijk, ik heb ook een slaapje. Ja. Wil je slaapjes doen dan? Nee. Nee? Wil je geen? Kom maar, loop maar naar de deur. Je hebt je muts verkeerd om, hè? Moet andersom. Ja, goed zo. Oh, wacht even. Ja. Tut. Hallo. Had net zijn juffie gesproken, maar hij is nog steeds ziek. Hij was niet zo lekker. Memphis, ik was met papa. Hij wilde niet eten, hij wilde niet drinken. En hij was een beetje heel veel aan het huilen, zei ze. Ik ben niet zo lekker. Dus ik ga hem even lekker zijn pyjama aandoen en dan gaat hij lekker op de bank. Ik ga even voor Memphis een verse shootje maken. In zijn hulkbeker. Ik had zo sneu. Als ze dan niet lekker zijn.
Mijn vis, kijk eens. Tafel. Moet hij op de tafel? Ja. Nee? Nee. Ik ook een broodje. Wil je broodje? Ja. Wat wil je brood? En appelsaft. Wat? Appelsaft. Appelstroop. Oh, op. Gaat hij zeggen appelsloot? Appelsloot. Appelstroop. Nee, appelstroop. Dus... appelstroop. Dit is een circuitje plek. Leuk? Ik moet zeggen, dat eten dat gaat me niet zo goed af met die beugel. Kijk eens wie er thuis is. En naar de kapper is geweest. Gisteren. Wat, ja, gisteren hè? Dat zei we. Alle twee en de chippy. Wow. Ah, die chippy van hem stinken. Ja, dat zijn die. Even kijken. Die joppie chipjes, ja. Patatje joppie, die stinken inderdaad. Ja, paprika, hè? Paprika. Nee, jij hebt patatje joppie. Nee, patatje joppie. Zet jij heel even op, dan ga ik even boven de was doen, ja? Oké. Echt heel veel was die ik moet doen. Echt geen zin in. Heb ik het volgens mij net al laten zien. Toen heb ik het niet gedaan, ik had er gewoon geen zin. Moet je het geen ontkennen aan, ik ga het doen. Zo, dit hangt weer allemaal. Nu de droger uitpakken. En daar zit me toch veel in. De nieuwe was zit erin. Huppatee. Hier ligt de berg die ik vanavond moet gaan vouwen. Truien die nog apart gewassen moeten worden. Daar ben ik weer. Hebben jullie lief gedaan? Ja. Was mijn vis lief? Maar alleen mijn vis ging al de hele tijd op de bank rennen. Ging je op de bank rennen? Mijn vis vallen! Wil je dat even opruimen voor mama wat daar ligt? Wat? Zakje chips en zo. Alsjeblieft. Mijn vis, help lesje even met opruimen, schat. Oh. Moet je wel vangen. In de prullenbak doen. Ja, zak voor je maken? Dat is lekker. Top. Nee, broodje erop. Support. Yes. Alsjeblieft. Eten, man. Kom maar. Kijk. Kijk, eten. Ik ruik poep. Ik lees. Oh. Gaan we op de bank weer liggen. Poep alle kindjes zoveel. Jeetje, Mina. Baas, stinky, stanky. Klaar. Klaar. Mijn ogen. Oh, daar is hij. Ogen. Zo, die heb ik even buiten weggegooid. Want ik heb het vies als ik luis in huis heb. Stinky, stanky. Ik zweer het je dat Memphis af en toe al 4 keer op een dag poept gewoon. Ja. Makkelijk. Appel. Appel. En kers. Hier. Die America beker en ik. Flesje water. Is dit water? Lijkt echt op water. Nee, ik heb wel limonade bij gedaan. Hoor. Ik ga nu even zitten en mijn water opdrinken, jongens. Dus jij niet meer poepen? Nou, ik doe nog een volle. Even kijken hoe laat het is, want ik moet zo gaan koken. Ik had het al gezien, hè? Hij maakt zo'n gekke geluiden erbij als ik aan het springen. Ja, ik ga wel eens de aardappels opzetten en hoef ik dat daar niet meer te doen. Die staan al wat op. Dit allemaal opruimen. Oké, weer helemaal leeg.
En nu gaat dat allemaal weer erin. Ronde nummer 2. Zo, alles weer helemaal schoon. Nu de vieze vaat erin. Ik denk dat de rest er wel bij kan. En onderhand is het nu al 4:30. Dus ik ga ook beginnen met koken. Ik ga vandaag hutspot maken. Denk ik voordat ik ga koken mijn snack neem. Want ik heb heel weinig gegeten vandaag. Kom ik nu net achter. Echt irritant als je geen honger krijgt. Handje. Oh. Walnoot. Mijn vriend heeft net een hele glas water op de grond gegooid. Gillend gek worden. Hij zegt nee mama. Blue vibe. Zo verslaafd geraakt in die lampen. Andere kleur. Dus ontspannen. Soms ondergang. Een beetje rood. Gegeten met bietenhummus en sla. En een bakje popcorn. Over de hele dag een beetje weinig. Dus gaan we walnoten nemen en een banaan. Een banaan pakken. Alles het bruin. Ik eet dus nooit het bruine op. Echt niet. Ik vind het zo nasty. Vol met noten en granen. Dus ik eet er omheen. Nee, helemaal lekkere dingetjes. Deze boter die ga ik gebruiken. Dit ga ik erbij koken. En de uitjes ga ik apart bakken. Ik heb het recept van de AHA. Ik zal hem even hieronder linken. Hij is echt super lekker. Nootmuskaat, wow, maar dan van die hele bolletjes. Mij, mama. Vet handig. Doe, mama. Wat doe ik dan? Lekker? Ja. Oké, ik ben een beetje kapot. Ik ga nu eerst nog even de was doen. En daarna ga ik met Sam naar buiten. Ik heb een klietje voor Lesje apart gezet, want die komt later eten. Ik moet Memphis nog naar bed brengen, want Nick is ook ziek. Dus vandaag doe ik het allemaal alleen. Even kijken of het al... Dan kan die droger aan. Alweer een stuk op, hè. En dan hoop ik dat ik eigenlijk nog of vanavond of morgen tijd heb om te vouwen. Maar ja, dat zullen we zo even zien. Wat is er? Auw. Heb je auw? Mama, een kusje geven? Ja. Ma. Nee, ik moet toch kusje geven? Nee, ik ook kusje. Ma. Heb je poep gedaan? Ja. Oh, alweer? Ik heb ook een telefoon. Derde keer dat je hebt gepoept vandaag. Nee. Kom. Telefoon. Telefoon. Memphis heeft een hele grote super duper telefoon. En Memphis heeft ook heel veel kakbroekjes. Ja, kakbroekjes. Kakbroekjes, ja. Oh, en dit is een ravage. Nee, dit is niet. Dit is een oorlog. Hey, dat is mama. Niet meer poepen. Anders word ik echt gek. Oh, ik krijg er warm van. Soms poept hij wel eens gewoon 6 keer op een dag, hè? Nog een voet. Ik zie een teen. Ik kan ook eens zitten. Poink. Ga je Nani bellen? Ja. Nani? Hi, Nani. Nee, dit is zijn papa's. Wie zijn telefoon is dat dan? Opa. Ja. Hi, je opa. Oh, je gaat nu opa bellen. Hi. Wat een drinken, papa. Oh, look up. Mama, het is kak. Oké, doei. Is klaar. Kom. Kom maar, bellen. Nee, niet jij, Memphis. Oké, ik ben er net terug van de hond uitlaten. Memphis gaat nu douchen. Hé, Memphis? Ja. Ik heb ook besloten dat ik vanavond 1 chocolaatje mag. Na 2. Droog worden, schatie. Ik heb ineens helemaal vlekken in mijn gezicht. Zee. Even pakken. Okay. Oh nee, even feunen. Even feunen. Ja. Op een klok. Dit is ook een appie oude. Ja. Appie, mag vragen me Nona. Nona, nou, de oppe, dit is heel grote appie. Hou voor jou. Nee, het is hier. Ik ga Jessie pakken, ja? Hou voor jou. Hou voor jou. Doei doei. Doei. Tjus. Tjus. Tot morgen. Tot morgen. Love you. Love you. Zo, hier heb ik een klikje voor Alessio geluid, want die is nog wat van voetbal. Je bent er weer. Hey. Ik ga even eten voor je warm maken, ja? Oké, nu is het tijd voor mij om te gaan douchen. En ik ben kapot. En ik moet nog de hele nacht. Mijn doucheknot. Oké, nou ja, maakt niet uit hoor. Kom, feunen. Nee.
Zo. Oh, ik ben moe. Was wel goed gegaan, toch? Ja, was wel goed gegaan. Goed zo, mannetje. Maar ga je nu slapen? Nee. Jawel, morgen weer vroeg op. Je hebt je haar leuk geknipt. Alleen nu heb ik het raar gefeund. Oké, ik ga editen. Yay, yippie, yay, yay. Editen. Yay, awesome. Yes, everything is awesome. 5 uur later. Kusje. Nou. Slapen. Slaap lekker. Slaap lekker. Love you. Love you. Tot morgen. Tot morgen. Morgen weer een nieuwe leuke dag. Een awesome dag. Everything is awesome. Oké, nu even nog dit opruimen van de lesje. Nou, heb je in ieder geval zijn vleesje wel helemaal op. Oké, dit is de tijd op dit moment. En ik ga nu een theetje doen en beginnen met editen. En ik heb het idee dat ik tot 1 uur 's nachts doorga. Maar ja, ik ga nu een theetje maken voor mezelf. En dan ga ik maar beginnen. Tjaka, de jongens liggen op bed. Morgen ga ik echt definitely hardlopen. Want ik heb echt iets nodig om mijn ei kwijt. Gewoon mind leeg, if you know what I mean. Oh, het is nu 12 uur en ik stop ermee. Ik trek het niet. Ik zit al de hele tijd bijna aan mijn dat bedoel ik. Mijn ogen vallen bijna dicht. Ik ga naar bed. Dit was mijn mama dag. Vind je dit een leuke video? Vergeet dan geen duimpjes omhoog te geven. En vergeet dan ook niet te abonneren. En als je dan toch abonneert, het belletje mee te nemen. Zodat jij op de hoogte blijft wanneer een nieuwe video maakt. Over mijn huismoederavonturen, dat moet ik meer zeggen. Anyways, doei doei!